Goedenavond, dames en heren. Welkom bij de vrijdagavond. Welkom bij Splendor. We hebben een mooi avond met miniaturen, met melodieën, met alle soort muzikale verhalen. Welkom bij de vrijdagavond van Splendor. Doe van een dag, deze week met Michael Moore en Gerard Buijhuis. Veel plezier.
Gerard Bauhaus on the piano. Dat waren twee stukken van mijn hand, de eerste. Ja, miniatuurtjes eigenlijk. De eerste heet Clay, voor Paul Clay, natuurlijk. En de tweede heet The Bigger Dot, The Bigger the Dot, The Better the Fishing. Dat komt wat is het, is een jaarkalender voor vissers in de westkust van Amerika. En je hebt die puntjes die nog steeds groter worden als de vis komt. als de vissing goed is. We gaan verder met New Shoes. Heel oud. Thank you.
Volgende stuk heet Odin, for the Norse god. Thank you.
Het leek me een mooie gelegenheid om, als ik vanavond met Michael hier speelde, om een stuk te doen van Diederik Wagenaar. En dat heet Catena. En het is een stuk, zei hij, wat een optreden van John Coltrane, wat hij in 1962 en 63 heeft hij twee keer John Coltrane gehoord in het concertgebouw. En hij zegt, er was één keer een moment, halverwege het concert, dat de hele band stopte en dat Coltrane in zijn eentje ging spelen. Wel zo ongelooflijk snel en wel met zulke ongelooflijk goede noten. 3 minuten lang. Hij zegt dat hij eigenlijk altijd nog geprobeerd heeft om dat terug te halen. En heeft dat eigenlijk geprobeerd met dit stuk. Thank you.
Rabi. Dame de Sol? Ja.
Het volgende stuk heet Bug Music. Thank you.
Dank je, Gerard. De notenvreter. deze stukken zijn allemaal nieuw voor hem. Precies. Ja. En het is goed zo. Ja.
Als ze oud voor jou zou zijn. Als ze oud voor jou zou zijn, dan zou het niet leuk meer. Laatste stuk? Ja. Welke? Go to the Gate. Go to Gate. Dit was natuurlijk in een vliegveld geschreven. Gerard Bauhaus.